In de organisatiepsychologie kijk je hoe, zeg maar, normale mensen, dus niet met een ziekte, hoe die in organisaties functioneren. In de sociale psychologie is eigenlijk wat breder. Hè, die houdt zich niet aan één bepaald veld of zo. Maar die kan zich bijvoorbeeld bezighouden met hoe normale mensen zich gedragen in de gezondheidszorg of op straat of als het om discriminatie gaat of integratie. Al die gewone dingen die je in de maatschappij ziet, waar ook vaak problemen zijn. Ja, maar daar heeft de sociaal psychologie van alles over te zeggen. Die bestudeert dat. Ik hou me dus zelf vooral bezig met sociale psychologie van gezondheid en ziekte. Maar in het algemeen van de sociale psychologie zou je kunnen zeggen is het doel het in kaart brengen van de psychologische wetmatigheden. Ja, dus het is niet zo dat, dat er maar van alles gebeurt en dat mensen doen van alles en er is geen lijn op te trekken of zoiets. Nee, er zijn wel degelijk wetmatigheden die gelden voor alle mensen. Natuurlijk verschillen mensen daar ook vaak weer in. En binnen cultuur en groepen kan dat ook weer verschillen. Maar toch kun je het meeste van die gedragingen kun je in termen van wetmatigheden, hè, van dingen die altijd gebeuren. Als ik dit doe, dan gebeurt er gewoonlijk dat. En als ik dit doe en dat doe, dan gebeurt er gewoonlijk dat. Om dat in kaart te brengen, de psyche. En dus de psychologisch functioneren als basis voor gedrag. Aan de andere kant, en dat is, ook de toegepaste psychologie waar ik me ook vooral mee bezig hou, is dat je die wetmatigheden zou kunnen vertalen in acties. Hè, om problemen op te lossen. Dat doe je door middel van interventies. Je gaat dus die wetmatigheden en de fenomenen die je onderzoekt. Hè, bijvoorbeeld iemand krijgt te horen dat hij diabetes heeft. Nou, wat doet hij dan? Hoe kun je dan voorspellen dat hij zich zal gaan gedragen? En als je dat weet, hoe kun je dat dan ten goede beïnvloeden? Hoe kun je bijvoorbeeld iemand helpen om dat te verwerken, om dat te accepteren? Nou, dat zijn dingen die we ook onderzoeken. Dus aan de ene kant het in kaart te brengen van de psychologische wetmatigheden. Aan de andere kant kijken hoe we ook met oplossingen hoe we die aan kunnen dragen.